Een mooie tegenstander gewoon om tegen te spelen, want internationale wedstrijden zijn natuurlijk belangrijk voor ons. Het is wat anders dan een competitiewedstrijd. Hè? Wat wil de trainer van jou zien in zo'n duel? Ja, gewoon dat je bezig bent met jouw ontwikkeling, zeg maar. En dat je ook met oefenwedstrijden gewoon alles geeft, waardoor je kan laten zien of je in de basis start tijdens competitie of niet. Ja, ik ben gewoon een harde werker. Niet per se de beste voetballer, maar ik wil gewoon altijd de beste kant van me laten zien. En gewoon hard werken altijd. Ik kreeg de bal van Marco tussen de linies. En ik gaf hem aan Bob en Bob gaf hem door. En ik maakte een actie de achterlijn en ik pinterde hem zo binnen. Ja, ik dacht... Wat gaat hij nu doen? Natuurlijk verwacht je niet dat hij op de achterlijn drie man of zo voorbij speelt en dan weer erin punten. Ik zag wel wat ruimte om die actie te maken, dus ik probeerde het gewoon. Ik ging er mooi langs. Als team kon het nog wel beter. Sommige momenten waren wel slordig, maar ik denk dat we wel goed hebben opgepakt de tweede helft. Jullie komen hier met een reden, hè, om internationale wedstrijden te spelen. Wat vond je ervan? Ja, ik vond het wel een fysieke ploeg, maar je ziet dat wij voetballen te beter zijn en dat wij veel meer kwaliteit in het team hebben. Na rust zie je vanaf de kant zie je nog twee goals meer van meneer Kenneth Paal. Dat waren ook aardige goals. Zeker weten. Ja, natuurlijk vooraf aan die goals ook gewoon mooie passes, zeg maar. Gewoon mooie steekpaas, gewoon goed afgewerkt. En ja, hoe die het dan afmaakt, ja, dat is dan kwaliteit van hem. Ik denk dat we een mooi resultaat hebben neergezet.